En wij nemen jullie mee door onze mooie post. Kom maar mee. De deur is niet open. Gaat niet open. Welkom op de post Mare Maasbergen. Ik ben Gert Roelofsen en dit is Hans Verbeek. En we willen jullie graag meenemen voor een rondleiding door onze prachtige post. Kom maar mee. Nou, dit is onze HV-voertuig, waar er drie van in de hele regio Utrecht staan. Deze wordt toegepast bij bosbranden. En brandweercollega's oefenen op de Leusdraai om rijtrainingen te doen. En die raken regelmatig vast. En dan komen wij om ze weer op weg te helpen. Gert heeft jullie wat verteld over het hulpverleningsvoertuig 4x4. We zitten natuurlijk in bosrijk gebied, dus ook wij hebben een CCFM voor de natuurbrandbestrijding. Dat is natuurlijk altijd een setje met een compacte tankautospuit. En naast de compacte tankautospuit hebben we ook nog een normale tankautospuit. Hij is extra verlaagd, speciaal voor een tunneltje hier in het dorp. Want alleen met deze verlaagde tankautospuit kunnen wij onder het tunneltje door en kunnen we ook in Maarn-Zuid komen. Deze stond oorspronkelijk in Maren op de kazerne. We hadden twee kazernes, eentje in Maren, eentje in Maarsbergen. We hadden al heel lang de wens om samen naar één kazerne te gaan. In 2018 is dat realiteit geworden en hebben wij hier een prachtige gezamenlijke kazerne gekregen. Nou, jullie hebben net de remise gezien. We zijn nu in onze kleedruimte. Als we een uitruk hebben, komen we hier binnen en dan gaan we via die deur naar de remise en dan rukken we uit. We hebben hier in deze post geen jeugdbrandweer, maar wat we wel hebben is oud roest. Dit is een echt origineel oud pak, blusjas van vroeger, waarmee zij meedoen aan wedstrijden. Nou ja, naast de mensen die hier actief lid zijn, hebben we natuurlijk ook allemaal nieuwe leden die in opleiding zijn. We hebben bevelvoerders in opleiding. We hebben gewoon het pak van de bevelvoerder zelf hier hangen. We hebben daarnaast ook gewoon collega's, gelukkig nog een heleboel, die ook gewoon in opleiding zijn tot manschap. En daar hebben we dit pak van. Wat ook nog leuk is om te vertellen is iets over onze helmen. Die liggen boven onze pakken, die kunnen we makkelijk meepakken. Dit is onze helm die we altijd meenemen. Deze gebruiken we voor brandbestrijding, waar ook onze ademluchtmasker op vastgeklikt kan worden. En daarnaast hebben we ook nog onze HV-helmpjes. Die zijn iets lichter, makkelijker in gebruik. En alle veiligheidsvoorzieningen zitten erop, een bril, gehoorbescherming. Maar we kunnen hem ook gebruiken als zaaghelm. Dan klikken we deze erbij op en dan is die klaar om te zagen. Nou, dan hebben we bijna de hele post gezien en dan willen we jullie graag nog even meenemen naar één ruimte die we hier hebben. En dat is onze ontspanningsruimte. Na een oefening of na een inzet, dan drinken we hier nog even met elkaar een drankje om af te sluiten. En daarna kunnen we ook nog even genieten van het prachtige uitzicht wat we hier hebben. En willen we jullie heel erg bedanken voor het kijken en wensen we jullie een goede dag.